Hey allemaal, welkom bij de nieuwe weekvlog. Ik ben de hele ochtend heel druk bezig geweest met mijn kantoor opruimen, want ik heb daar straks een bijles. En om kleding uitruimen, vuilnis en dat soort dingetjes. En nu ga ik sporten, dus ik ben net in de sportschool. Ik heb kleren bij me en dan ga ik straks door naar mijn eerste bijles. Voor het meisje wat nu net in Nederland kan wonen. En ja. Deze sportschool kan eigenlijk echt niet in de zomer beneden, waar ik dus net was en waar we ook nog de leg press zou moeten doen. Er zijn geen ramen en ook geen airco, het is gewoon echt gestoord heet. Niet normaal. Mijn blote benen sporten is sowieso vet krachtig, maar zonder bestand. Hier heb je wel ramen, maar ja, het is super warm. Het wordt helemaal duister, serieus. Nou, juf Charlotte is er weer hoor. Dat heb ik zo lang niet aangehad. Ik heb zoveel kleren die ik echt had om voor de klas te dragen. Die ik verder nooit draag. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik vind, ja. Maar ik echt, door naar de sportschool is niet te doen. Het is hier zo goor warm. Het is echt heel vies. Ik ga nu even opmaken nog. Maar het is echt niet uit te houden hier. Ik heb even gevraagd of ze plannen hebben voor airco. Maar ze snappen het echt helemaal. Maar ja, de baas gaat erover. Maar ze hebben wel aangegeven, ik vroeg het. Je kan dus je abonnement bevriezen. Dan zou ik bijvoorbeeld 3 maanden even ergens anders kunnen sporten waar ze wel airco hebben. Dat is wel een optie. Ik ga me nu buiten opmaken omdat het gewoon te heet is. Oké. Beter. Die blush die ik heb gekocht bij de DM is echt prachtig. Ik zal het nog even laten zien. Ik heb nu op mijn lippen en mijn wangen. Heel nice. Ik heb trouwens een dierenatlas mee. Want ze vroeg of ze boeken had. Een Nederlands kinderboek. En ze zei van niet. En ze vroeg dat ze leuk vond. Ze zei dieren. Dus ik denk nou, ik weet niet hoe ik hier aan kom. Maar dit is super leuk om samen te lezen. En een notitieschriftje voor mezelf. En mijn markers. Het is heel veel stress vandaag, dus ik kan niet echt veel vloggen. Maar ze hebben ongeveer een half uur later gekomen, omdat de moeder er dan was en mij ook kon ontmoeten. Dus uiteindelijk heb ik ook nog een half uur, 10 minuten langer gebleven. Dus ik ben helemaal bezeten, want ik ben net een heel snel mijn kantoor aan het opruimen. En snel eten afmaken, want over een half uur komt dus al de jongen hier voor ouderskunde bij de les. Ik ben de hele dag bezig geweest, hè. Dus niet dat ik echt te laat ben begonnen of zo. Oké, ready. Dus snel eten. Bedankt. Oké, jongens. Het is 10 uur. Ik ging nog eventjes spinazie en wat worstjes eten. Maar het lijkt grijs. Het komt door dicht. Cool. Vet. Ik zal even vertellen hoe het was. Ik had dus net een jongen uit Vierhaven. Hij was hier 2 uur. Ik kan maar 1,5 uur boeken op zo'n site. Dus ja, ik weet niet hoe dat dan werkt met die betaling die ik dan nog krijg voor het laatste half uurtje. Maar ik had zijn vader ook niet meer gezien. Die had hem meegebracht. En ik moest hem helpen met aardrijkskunde. Ik had al gezegd, ik ben geen aardrijkskundeleraar. Ik heb alleen gezegd op de site dat ik huiswerkbegeleiding kan geven. Maar het was echt zo'n moeilijke lesstof. Ik zei ook, als je morgen wel iemand kan vinden die echt aardrijkskundeleraar is, vooral doen. Maar ik kan je gewoon helpen met leren en samenvatten en overhoren. Maar het was zo moeilijk over de aarde en vulkanen en uitbarstingen en divergentie. Dat soort termen ken ik wel. En magma en zo. Maar het ging echt ver. Het was echt moeilijk. Dat ik echt denk, arm kind, dat je dit moet leren. Als het goed is, komt hij morgen weer. En ik had, maar dit was gewoon voor 2 maanden, zeg maar. En ik had dus vandaag met het meisje uit Aruba van 16 groep 6. En dat was heel leuk. Het ging heel goed. We zouden eerst 3 keer per week doen, maar we houden het nu bij maandag, donderdag. Want anders wordt het te veel. En we hebben gewerkt aan, we hadden graag rekenen. Maar ik zei, ja, volgens mij is het toch wel het belangrijkste om aan taal te werken. Dus we hebben wat werkbladen op internet gedaan met het invullen van bijvoorbeeld st, lp, nd, rk, nk. Dat je dat zelf moet invullen wat er tussen een woord moet. Dat vond ze best lastig. En woorden met open en gesloten lettergrepen heb ik uitgelegd. Met letterdief bijvoorbeeld of klinkerdief. En dubbelzetter. En de stomme e. En dubbelzetter of verdubbelaar. Je hebt meerdere termen, heb ik ook tegen haar gezegd. Dus boerin wordt boerinnen. En ze wist eigenlijk heel veel al. Maar ik heb ervan geprobeerd te leren waarom het zo is. Dus niet taalgevoel of herkenning. Maar waarom dubbel N bij boerinnen. Is omdat de E een korte klank is. En dan krijg je een dubbele klank. En bijvoorbeeld bij lopen. Je hoort O, maar je hakt 1 O weg. Letterdief. Of klinkerdief. Sommigen noemen het zo. Want lopen. O voor aan het eind van het klapje. Dus hakt er eentje weg. Dus dat.
kon ze heel goed, maar die regeltjes kenden ze nog niet zo goed. Dus dat vond ik wel belangrijk. Regel 4 was ik er ook altijd heel veel mee bezig. En heel erg bezig geweest met klappen van lettergrepen. Dat was ook nog soms wel lastig. Maar af en toe zat ik zelf ook even te denken van hoe zit dat nou weer. Dus ik heb net even mijn oud-collega's geappt van... Ik wist het gewoon ineens even niet meer. Maar ook bij dingen als denken. Is het denken? Denken? Nee. Ik weet op een gegeven moment, ik dacht even, wow, ik ben het echt even vergeten. Dus nou dat. En ik heb een boek, Die Wereldatlas. En dat vond ze helemaal fantastisch. Daar hebben we lekker in gewerkt. En daar waren hele aardige mensen. Dus dat was fijn. En ik ben nu wel heel moe van deze dag. Heel druk bezig geweest. Maar ik vind het wel lekker op zich dat het dinsdag niet meer doorgaat. Want dinsdag komt toch mijn bonusdochter. En dan moest ik halverwege een uurtje weg. En nu heb ik dinsdag gewoon lekker thuis. Kan ik weer editen en zo. En dan blijft woensdag sportdag. Dan kan ik misschien ook nog een nieuw bijles iemand erbij krijgen op die dag of zo. Dat is wel handig. Donderdag heb ik dan dus niet sporten, maar bijles. Dan ga ik daar misschien bij Haas ouders eten, want dat is heel dichtbij. En dan vrijdag weer sport. Ja, dan hoop ik dat er wat meer bijlessen bij komen en zo. Maar YouTube gaat nu ook heel goed dankzij jullie actieve reageren en liken. Dat zorgt ervoor dat het weer beter gaat. Ik zit bijna weer op de 10.000 views. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb nu al 2 betaalde samenwerkingen gehad. Superleuk. TikTok gaat ook gewoon prima. Instagram. Stories worden goed bekeken. Ik merk echt dat ik echt leuke, trouwe followers heb. En daar word ik heel blij van. Dus oké. Dat was de update. Ik kan natuurlijk niet echt meer voor jullie filmen. Dat kon. Online kon ik die intake en zo filmen. Maar ja, ik ga nu bij bijlessen niet filmen. Maar ik hou jullie wel op de hoogte. Oké, bye. Ik zie jullie morgen. Good morning, het is bijna 9:15. Ik ben al lekker een uur wakker, want de huishoudelijke hulp is er nu. Ik heb dus deze hele lijn gekocht, geen spon. En hopelijk zie ik dan over 2-4 weken ongeveer of het werkt. Zo, dat gaan we meemaken. Ik hoop het. Ik had dit mega fabulous jurkje besteld die ik bij Monica op TikTok zag, maar hij past voor geen meter. Jammer, want hij is echt heel leuk. Het is ook heel kort, dus. Maar Monica is heel klein. Dit is trouwens het andere shortje, mom short. Zelfde maat, maar deze valt veel chiller. Die zwart is al best wel strak. Deze zit iets losser. Kijk hoe bruin ik ben, maar dit is echt geweldig. Kijk, het is echt een heel hoog model, maar ik vind hem heel mooi. Pak ezeltje hier. Het is warm. De boodschappen. Blijkbaar we zitten ook in een pak. Dus voor op vakantie. Deze vond ik wel leuk voor... Ik heb beneden heel veel kinderboeken. 2,50. Waarom ben jij zo knap? Hoe kan dat? Hoe kan jij zo knap zijn? Knapperd. Hey jongens, het volgende stukje wat jullie nu gaan zien is een samenwerking met Nextory. Het hoorde eigenlijk in mijn vorige week vlog, maar er was wat vertraging opgelopen. Dus ik kan het nu pas in deze vlog plaatsen, dus daarom is het een beetje uit context. Maar ja. Yeah. Nou, nog 386 kilometer. En nog 4,5 uur rijden, dus ik ga even een boek luisteren. Ik ben een boek aan het luisteren over ADHD, ADD. Superleuk. Echt zo ontzettend leuk, maar ik heb dus een nieuwe samenwerking alweer. Ik ben daar zo blij mee met Nextory. En dat is zo geweldig, want... Ik heb dus ADD en ik kan mij echt niet concentreren, gewoon op boeken. Maar het gaat heel goed met mijn ADD hoor. Ik kan best wel goed focussen op dingen. Ik heb er veel minder last van dan als kind. Ik heb er nooit echt veel over verteld, maar ik heb het nooit verzwegen dat ik ADD heb. Ja, boeken lezen joh, ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet. En luisteren vind ik heerlijk. Inlog kreeg ik deze vakantie, dus ik heb al een paar keer geluisterd. Ik heb meerdere boeken, maar ik ga nu even verder luisteren over ADHD, want dat vind ik mega interessant. Het boek duurt volgens mij 5 of 7 uur, dus daar vermaak ik me wel mee. Heerlijk, en ik heb nog veel meer boeken op mijn lijst staan. Ik had hem trouwens ook gedownload, het boek, zodat ik geen internet hoef te gebruiken, maar ja, ik heb toch nog genoeg internet hier in Zwitserland. Dit is echt heerlijk, want ik vind autorijden best wel chill. Alleen na een tijdje ga ik me stierlijk vervelen en werken liedjes ook niet meer. En als je dan dus boeken luistert, is dat zo relaxed. Want dan verspil je geen tijd aan het lezen van een boek, want zo voelt het voor mij. Je kan trouwens in het Engels en Nederlands, maar je kan ook e-books daar op die app lezen. Maar ja, daar heb ik dus geen interesse in. Ik hou echt van luisteren.
Maar dan kan je tijdens het schoonmaken een boek aanzetten of wat dan ook. En ik vind vooral de zelfhulp of de feitjes interessant. Dat soort boeken heel erg leuk. Je kunt natuurlijk ook de Zeven Zussen of zo luisteren wat je leuk vindt. Echt dat soort boeken. Maar ik vind het juist leuk om me een beetje te ontwikkelen en wat van die interessante boeken te luisteren waar ik echt geen tijd voor neem. Ha bijvoorbeeld, die kan echt heel goed lezen en lekker zonnetje of lekker nog in bed. Nou, ik kan dat niet. Dus dit is voor mij helemaal toppie. Dus ik ga lekker verder luisteren. Zelfbesteden. Kiezen voor 100% ontspanning en opladen. Dat doe je door voldoende rust. Je hebt trouwens ook heel veel van die manifestatieboeken en zo. En hoe kan je je doelen bereiken en doen wat je wil. Maar ik merk dat ik dat soort boeken niet echt nodig heb, omdat ik al heel erg zo leef. Heerlijk dat er sowieso gewoon iemand lekker tegen je aanpraat. Dan gaat de reis veel sneller. Een wandeling. Echt een tip. Hey jongens, ik ben inmiddels weer thuis, maar ik wil even zeggen dat in de beschrijving een linkje staat. En via mij kun je Nextory 45 dagen gratis proberen. Dus doe dat vooral, dat is echt mega chill. En ik ben bezig met... Ik had Sex Life, daar is ook een serie van. Daar ben ik nog niet zo ver in, maar ik was vooral met 100 dingen die je eerder had willen weten. Vond ik heel erg leuk. Ook juist omdat ik ook dingen tegenkwam die ik wel wist, vond ik ook weer leuk om te horen. Dus ik heb echt heel veel boeken aangezet eigenlijk. Ik heb ook 15 minuten slaapmeditatie gebruikt trouwens. Maar de leukste vond ik eigenlijk 100 dingen die ik eerder had willen weten. En de volgende vakantie wil ik eigenlijk de Zeven Zussen of zo gaan luisteren. Gewoon ook echt even een chill boek. Vaak is het altijd allemaal zo kort wat ik luister. En dan nou ja, heb je één keer een half uurtje in de week. En hier heb je gewoon allemaal boeken. En ik vond het super chill. En ik heb het bijvoorbeeld ook van de week tijdens het opruimen of schoonmaken gewoon aangezet. Heel relaxed. Dus gebruik vooral eventjes mijn linkje of code, weet ik niet precies, in de beschrijving. En dan was dat het. En je kan dus ook boeken lezen, maar ik hou veel meer van luisteren. Oké, en we door. We staan in de file. We zijn zo om ons heen aan het zoeken, dat we zijn vergeten het antwoord in onszelf. Ik ben zo blij met het luisteren. En daar zit nou nadenken over wat het juiste antwoord is. Kom je vaak tot de belangrijkste inzichten. Tot antwoorden. Ik heb nog niet ontbeten, want ik ontbijt dus altijd... Nou, eerst was het rond 12, maar tegenwoordig echt 2:30. Ik probeer zo laat mogelijk, maar niet dat het werkt, want ik val nog steeds geen gram af. Eigenlijk is het echt om gek van te worden, maar ik heb het losgelaten. Ik ben zo blij met deze ketting. En dat wou ik maar weer zeggen. Maar ik heb nu dus al... Het is 7:45 ben ik wakker. En ik heb nog niet ontbeten, maar ik heb wel echt honger. Maar ja, wat gaan we eten, hè? Ik ben aan het editen trouwens. En trouwens, zo niet normaal moe. Kijk, broekjes leuk, hè? Linkje staat in de beschrijving. Niet normaal moe, maar ik heb dus op vakantie veel te weinig geslapen, zoals jullie weten. Nou, poesie. Eraf. Hallo. Plastic obsessor. Nee, niet doen. Nou, toen die avond met die barbecue hebben we echt veel te laat naar bed geweest. Het was zo gezellig. Het was zo leuk. En zondag gingen we blij naar bed, maar uiteindelijk ook te laat slapen. En ik sliep heel onrustig. En vannacht sliep ik ook weer heel onrustig. Ik ben zo'n helse slaper. Ik verpest ook echt haast de nachtrust. Dus ik ben in de logeerkamer gaan liggen, maar daar lag ik ook niet lekker. Dus ik heb nu gewoon heel erg slaapskort. Maar ja, en ik heb zoveel zin in dat we over 3, als het goed is. Want we moeten natuurlijk ook nog even met de moeder van bonusdochter overleggen. Als je dan uit elkaar bent, dan moet je toestemming aan elkaar vragen. Maar als dat dan allemaal rond is, zijn we dus over 3 weken nu gewoon waarschijnlijk op het strand. Ik ben nu net aan het editen en ik kijk terug en ik denk, oh, ik vind het zo'n heerlijke gedachte dat ik weer terug ga. En ik wil ook met ze naar Strasbourg, ik vond het superleuk. En even kijken of Karlsruhe ook leuk is, of er iets anders leukers is. Maar oh my god, ik vind het zo leuk. Ha en ik zijn pas 1 keer samen op vakantie geweest. En dat was die wintersport met vrienden. En verder, ja, een keer een weekendje weg. Maar wij zijn nog nooit echt op vakantie geweest. En met haar zijn we alleen naar de camping gegaan. Dus dit wordt het eerste jaar dat we ook 3 weken hebben. Dus het is niet normaal veel zin in. We gaan haar nou vanmiddag vertellen dat we deze plan hebben. En dan kijken of ze het leuk vindt. En als het dus ook leuk lijkt, dan eventjes overleggen. En dan gaat het door. En dan moet ik dus een dakkoffer regelen, want het gaat met mijn autootje. Die is echt mega chill zo voor de bergen. En voor Poesie moeten we iets regelen. Misschien iemand die in je huis wil in ruil voor oppassen op de kat. Maar ik vind het geen hele chille gedachte. Hoewel ik denk dat er misschien tussen mijn volgers wel iemand zit die zegt ik wil het wel doen. Maar ik weet niet of ik het prettig vind. Ik wil er zeker niet naar een opvang of zo. Dan wordt ze echt hysterisch. Dat wil ze echt niet. Dus dat moeten we sowieso nog regelen. En dan super nice. Kunnen we gewoon gaan. Zo, ik heb even snel wat romaine sla met er overheen die gerookte zalm die ik net heb gekocht. Een soort van aparte komkommer nog uit Zwitserland. En wat geitenkaas, zout en peper. 2 dagen geleden zag ik onze allereerste framboos. En nu is hij heel mooi rijp. En we hebben er nog een paar. Kijk.
Daar hangt er nog één en hier komen we allemaal. Maar deze ga ik nu eten. Proeven op camera. Oh, eens kijken. Hier. Kijk hoe mooi die kleur. Geen vieze beestjes of dingen. Oh my god. Wauw. Dit is zo lekker. Het is niet normaal, gewoon jam. En ook een beetje dat zuurig, maar echt om frambozen te smaken. Bizar zeg. Maar we krijgen zo weinig frambozen met het kleine plantje. We moeten het eigenlijk allemaal nog in grotere bakken zetten. Ja. Wel heel leuk. Ik ben de laatste tijd dus niet meer zo heel erg into matcha. Omdat het echt een matcha die ik heb gewoon niet heel lekker vind op een of andere manier. Ik weet ook niet hoe dat voelt. Maar ik ga nu even die ik bij de DM heb gekocht proberen. Want dat is super handig in een stick. Ik hoorde bij Monica dat normaal de aanbevolen 1 gram is. Oeh, zonde. Maar dat ze altijd 2 doet. Maar ik doe volgens mij echt 5 of zo. Anders proef je het niet. Maar ik ga even een iced matcha maken. Het is niet per se super handig hoe ik hem heb opengemaakt. Ik weet niet waarom ik die niet zo lekker vind die ik nu heb. Ik heb die van Nicole ook nog niet geprobeerd. Maar ik dacht ik ga even deze proberen. En je ziet het ook. Hij is ook niet heel groen. Heel donker. Deze wat feller. Dit schepje had ik toen gekocht in een bos. Het huis is weer heerlijk schoon. Ik doe hier een beetje heet water in. De matcha die Monica altijd haalt. Ik vraag me echt af waar dat is. Want het is bij haar huis in de buurt. Maar haar matcha zijn echt veel groen. Heerlijk. Ik vond dit vroeger zo lekker. Nu is het helemaal hip. Vind ik het ineens niet meer lekker. Deze ziet er goed uit van de DM. En het is bio. En het was volgens mij niet super duur. Ik had ook gewoon fancy uit deze nieuwe wijnglazen doen. Er zitten allemaal stickers op. Nou, maakt niet uit. Waarschijnlijk is het glas net te klein hoor. Melk. Dit zou er heerlijk uit moeten zien. Ik ben benieuwd of hij sterk genoeg is, maar het is een heel klein glaasje, dus het zou wel moeten. Dit is een houder, maar daardoor blijft hij ook mooi wijd. Hoe pretty. Alright, taste test. Mm. Oh my god. Dit is echt voor het eerst in tijd dat ik weer een lekkere matcha heb. Deze is heel lekker, zeg. Oké, ik ga hier sowieso meer van halen. Dit is echt lekkere matcha, maar ik moet even uitzoeken of het wel echt goeie is. Want matcha is heel gezond. Maar misschien hebben ze ook een soort namaak, maar ik weet niet. Maar deze is heerlijk. Hoe niet zo bitter. Wow. En echt de perfecte hoeveelheid dit. Kijk, het was dus, het is niet goedkoop hoor. 6,75 voor 10 sticks. 68 cent per kopje. Maar ze hebben ook dus een poeder in een potje, dat is dezelfde. Dus iets goedkoper. Maar vaak ben ik goedkoper uit met dingen die al van tevoren geportioneerd zijn. Ook met wasmiddel, want dan gebruik je tenminste niet te veel. Fijn gemalen groene theepoeder uit Japan. Pure. Het zegt me niks. Maar ik vind het wel heel top. Oké, ik heb even een TikTok opgenomen over mega lekkere pistachenoepjes. En nu ga ik even samen met mijn vriend mijn bonusdochter uit school halen. Ik heb haar eigenlijk nog nooit uit school gehaald. Maar wel eens als ze haar open oma er gingen halen of zo, dat ik er ook was. Maar ik ben eigenlijk nog nooit met hem mee geweest om haar op te halen. En dat wil ik wel heel graag. En dat vindt zij ook leuk. Dus ik dacht vandaag waarom niet. Dus ik zie hem ook bij schoolplein en dan gaan we haar ophalen. En ik heb daar dus allemaal cadeautjes voor haar staan. En ik heb super veel zin om haar weer te zien. Ik had haar zondag heel kort gezien. Echt 10 seconden toen ze even voor vaderdag had komen brengen. Maar ja, verder bijna 3 weken niet. Het is een random schotel gemaakt met tortellini met ricotta en spinazie erin. Daaroverheen pesto, een soort van truffel, saus, crème, courgette en aukaas. Ik denk dat het heel lekker is. Oeh, looks yummy. Hey, pushy. Pushy. Ja. Oeh. Oh. Het ziet er echt lekker uit. Mmm. Hoeveel? Hoe is het nou?
Ja, we hebben het samen gemaakt. Oké, het eten was heerlijk en nu is het weer tijd voor bijles. Nou, de bijles ging wel goed. Laat ik jullie nog even laten zien wat ik bij H&M had gekocht in Zwitserland. Ik had ook nog online besteld voor ik wegging. En dat kwam dus pas binnen toen ik thuis was. Maar ik heb echt een superleuk badpak. Ik had heel veel dingen en ik heb alles verder teruggestuurd omdat ik al heel veel heb. Maar deze vond ik wel heel mooi. Die is zo strapless en dan een stukje bloot en dan een broekje. Van achter lijkt het een soort van bikini. Hij is echt heel leuk. En dan had ik dus in de sale bij de mannen dit blouseje gescoord. Voor 18 frank. In plaats van 50 of zo. Maar bij Nederland was hij iets van 30. Het is daar gewoon heel duur. Maar ik vond het super leuk. Ja, de bijles ging overigens super goed. Het was leuk. Over erosie en van alles. Dit is een soort van hele grote jurk. Die vond ik echt zo leuk om gewoon na een dagje strand of zo aan te trekken. Ik heb heel veel gefilmd voor jullie. Het blauwe badpak heb ik gehouden. Gele, hier twijfel ik een beetje over. Omdat ik hem niet mega sexy of zo voel, maar ik vond het toch wel heel leuk. Zo'n geel badpak. Van de groene heb ik de bikini. Ik vond die kleur gewoon echt zo mooi bij mezelf staan. Broekje erbij. Hier twijfel ik ook over. Omdat ik hem niet per se heel sexy vind qua kleur. Maar qua model vond ik hem wel heel mooi staan. Dus die heb ik ook gekocht. En deze heb ik niet gepast, maar die zag ik op het einde nog. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel heel leuk voor 7 frank. En ik ben echt bang dat die te groot misschien is. Dit soort dingen. Vaak heb ik bodies in best wel een kleine maat. Maar een hele leuke body. Ik heb geen idee hoe die zit, maar ik vond hem zo mooi. En dit is nog een pet. Die pet haalt er altijd uit. Dat was het. Oh ja, en nog zo'n haarclip in het windgroen. Alles is zoveel mooier als je bruin bent. Wauw, deze body is echt super sexy. Sowieso een heel sexy zacht stofje. Kijk de kleur. Wauw. Heel pretty. Goedemorgen. Ik ga naar de gym. Lekker vroeg, 10 uur. Nou, ik zal niet weer benoemen dat ik heel moe ben. Maar wel weer op tijd opgestaan. Oké, let's go to the gym. Doei, poesie. Koelbox in de auto. Een soort van random topje van Chiquelle aangetrokken. Ik heb geen chillen sporttopjes. Let's go. Oké, echt heerlijk getraind. En deze beker is super chill. Best een leuk outfitje dit. Dat was best wel lekker. Het ging best wel goed. Ik hoef gelukkig mijn arm alleen boven te trainen. Dus daar heb je wel ramen. En ik heb nog een snel dit gehaald. Deze vind ik op zich wel lekker ruiken van dit merk bij de Action. Een scheergel en een... Ja, steeds ziek. Dat wil ik het niet kopen. Maar ik dacht, ik koop er toch een keer eentje. Niet nodig, maar toch. Nog een pot heb ik wel nodig. Ik kan helaas geen gouden vinden, maar ik heb echt potten nodig. Van een zakken melk. Deze van mijn TikTok vind ik echt heel chill. Ze doen weinig suiker in. Dit. Hier wil ik misschien matcha in doen. En dat was het. De jongen van de bijles komt zo weer. Hij moest 3 hoofdstukken leren. Maar dat 3e hoofdstuk bleek echt mega lang en moeilijk te zijn. Dus we waren net aan hoofdstuk 3 toegekomen. En toen hadden we nog 10 minuten. Toen zijn we even begonnen met vanaf het begin over horen. En hij had het best wel goed onthouden. Dus we waren het allebei over eens dat het wel heel chill zou zijn. Hij heeft morgen die toets als we nog 1 keer hadden. Want dan konden we heel hoofdstuk 3 even afmaken en helemaal overhoren. En dat in 2 uur. En dan is hij echt ready voor zijn toets. En nu is hij zo goed bezig, maar nog niet ready voor zijn toets.
Dus ik had zijn vader nog een berichtje gestuurd dat het nog kan vandaag tot 5:30. Dus hij stuurde net een berichtje. Een kwartier geleden of zo, van kan hij zo nog even komen. Maar als het aan huis is, is het echt heel chill voor mij. Dus ik zeg, kom maar. Dus dan heb ik vanaf 5:30 tot 4:30 nog een bijles. En ja, het zou wel heel chill zijn als ik dit uiteindelijk voor mezelf kan doen. Want nu gaat dus 50%, of nou iets van 48% of zo, naar het bedrijf. Dus ja, die ouders denken ook natuurlijk dat ik ziek veel verdien. Terwijl, ja, vrijwel de helft gaat naar het bedrijf. En dat hebben ze heel slim bedacht natuurlijk, dat bedrijf. En zonder dat bedrijf had ik nu waarschijnlijk ook nog niet meer gehad. Maar misschien ook wel. Dus ik wil uiteindelijk ook wel kijken of ik misschien kan beginnen met via Marktplaats. Als je nou eens adverteren, weet ik het. En uiteindelijk gewoon eigen website. En ook zonder dat mijn studie afgerond is, kan ik dit al doen. Ik vind het heel leuk. Ook, ik vind huiswerkbegeleiding voor de middelbare ook super leuk. Juist, kijk, je kan wel een aardrijkskundeleraar krijgen die je alles kan vertellen. Maar juist iemand zoals ik, die dus ook niet goed is in aardrijkskunde, kan hem wel super goed helpen met leren. Al is het, hoe vat je het samen, hoe schrijf je de belangrijkste dingen op. Het werkt heel goed, het is super leuke ervaring voor mij. En morgen heb ik dan weer mijn vaste bijles met een meisje uit het buitenland. Dat is heel leuk. Ik doe even spijkers hier overheen en dan ben ik in principe redelijk decent gekleed. Het is toch heel heet buiten. Als het thuis is, dan is het wel oké. Dus die kan zo over een kwartiertje of zo uit school. En dan brengt zijn vader me hierheen. Ik heb net die matcha ingevroren. En nu even deze satisfying beelden. Oeh, lekker. Oh, het ziet er zo lekker uit. Het is wel heel mooi in zo'n glas trouwens. Maar ik vind het bijlesgeven in ieder geval onwijs leuk. Het grappige is, de reden dat ik dus eigenlijk juf zijn niet zo leuk vond, is onder andere omdat ik lesgeven niet leuk vind. Maar dat betekent niet dat ik het niet leuk vind om kinderen iets te leren. Ik vind het vooral heel leuk om ze te helpen leren. Maar ja, lesgeven op school is vooral vertellen hoe iets moet. Vertellen over dingen. Mensen alleen maar aan het informeren. Dat is wat in principe scholen van je willen. En daar komt heel veel meer bij kijken. En dat vond ik allemaal leuk. Maar de basis is toch wel informeren. Informatie in hun kopjes stampen en herhalen. En dat is meestal klassikaal. En als je dat dus niet wil, je wil alles individueel doen, dan of in groepjes, dan is het weer, ja, het is gewoon heel veel werk. Maar ik vind het wel leuk om kinderen les te geven en iets te leren. Alleen, gewoon het liefst één op één. Dan kan je echt naar het kind kijken en gewoon helemaal bieden wat het kind nodig heeft. En ik vind het ook heel leuk hoe ik nu al een beetje deze jongen heb leren kennen en al een beetje inzien hoe hij werkt. En we hadden gisteren ook super veel lol. Want er was een vliegje de hele tijd. Dus op een gegeven moment doe ik zo. Want heel de tijd altijd. En dan vangt hij zo een mini vliegje, weet je wel. Nog kleiner dan een verrijsvlieg volgens mij. Maar hij zat in mijn hand. Dus ik zo, ah. En leefde nog. Dan ging ik ze helemaal stuk, weet je wel. En dan heb je toch even, dat is weer leuk aan die leeftijd. Dan kan je best wel een soort van, nou ja. Ik praat ook een beetje anders dan tegen een meisje van 6 of 9. En dan kan je een beetje aanpassen eraan. En zo'n jongen van misschien is hij wel 16. Ik weet het eigenlijk niet. Ook weer echt onwijs leuk. En ik hoop zo, ik dacht dat hij gisteren wegging. Ja, ik wil eigenlijk heel graag dat jij nu je toets haalt. En als je nu weggaat, ga je hem waarschijnlijk niet halen. Dus nou, superleuk. Ik ga even een matcha drinken in de zon. Klein beetje pick-up op doen misschien. Is wel netjes. Jasje aan en dan ben ik weer ready. Even wat eten voor die arme jongen. Wow, dat was echt leuk. Hij vroeg ook om mijn nummer, zodat we gewoon even contact kunnen houden voor misschien vaker bijles. Want nou, volgens mij was hij wel enthousiast. Ja, ik kan je gewoon helpen met je boek. Al ken ik de stof niet. Ik kan natuurlijk best wel snel scannen en lezen. En daar ben ik wel goed in. We hebben heel hoofdstuk 3 gedaan. Toen was de tijd eigenlijk om. We hebben nog even een kwartiertje extra overhoord. En that's it. Ik weet echt niet of hij het gaat halen. Maar het was wel heel grappig, want hij zei, mag ik misschien wat eten bestellen? Die jongen heeft een toetsweek. Die gaat helemaal kapot, joh. Die heeft niks gegeten. Dus heb ik lekker een bordje voor hem gemaakt. En hij heeft echt alles op behalve het koekje. Zo cute. En nu is het alweer 4:30. Ik wil eigenlijk ook nog koken voor ze 5:30 thuis komen. En ik ben deze week gewoon nog niet aan editen toegekomen. Maar ik vind het wel heel leuk dit. Deze week is natuurlijk bijzonder. Maar ik hoop eigenlijk dat ik elke week lekker veel bijles kan geven. Het liefst thuis. Dat zou echt top zijn. Want dit houdt je wel echt bezig hoor. En lekker 's ochtends dan een boodschap doen en sporten. Helemaal lekker in de planning. En dan lukt het dan met editen. Maar ik moet voor morgen uiterlijk de content voor Nextory sturen. Ter controle. Dus dat ga ik nu even bewerken als eerste. Dat ik naar hun kan sturen. En ja, ik ben heel blij. Ik vind het zo ontzettend leuk om zo'n jongen te helpen. Niet normaal. Ik heb even geëdit en ben lekker gaan koken. Het is 5:55 en het eten is al klaar. Ik zal jullie even laten zien. Ik heb allemaal heerlijke dingen gemaakt. Lekker, hè? Oké, we hebben lekker gekronkelde seasoned fries. Lekkere tomaatjes. Wat
twee keer geitenkaas, avocado, garnalen, appelmoes. Dit is een ijsbergsla met twee soorten komkommer, nectarine, pitjes en wortel zonder saus. Dan hebben we hier nog yummy chicken wings. Dit is van de Lidl, zijn lekker. Trouwens, ik zeg dat die lekker is, maar hij smaakt helemaal niet naar watermeloen. Hij smaakt gewoon naar aardbei. Want dan vind ik hem eigenlijk niet zo lekker. Na drie weken eindelijk weer brood kon maken. En trouwens, link staat in de beschrijving. Ik verdien dus niet iets als jullie kopen. Ik krijg 2 cent of zo als jullie op het linkje klikken. Maar kijk, ik was geïnfluenced, dus ik heb deze geweldige Adidas slippers gekocht. Ik heb ze in maat 42. Link staat in de beschrijving. Ze worden echt net bezorgd. Ik vind ze geweldig en ze lopen echt als zachte wolkjes. Maar het is weer broodtrommeltijd en ik heb weer allemaal heerlijke dingen. Wat ik al vorige keer zei, ik wil altijd graag allemaal lekkere dingen erin. Kijk hoe fel ze zijn. Heel cool. Oké, good morning. Ik heb avocado masker van Glen Glow op. Heel dun, je ziet het bijna niet. En ik heb dus nu 2 van die mega ice cubes. Matcha hierin gaan en melk. Die moet natuurlijk eerst even een beetje smelten. Ik ben benieuwd, maar het is wel die minder lekkere matcha. Ik ga nu eindelijk echt even editen. Ik wil hem gewoon even helemaal afmaken. Want morgen wil ik dan eigenlijk studeren en sporten. En vandaag heb ik die bijles en ga ik naar mijn schoonouders. Eindelijk editen en ik slaap super slecht. Kijk hoe wit ik ben, los van het masker, omdat ik nog geen 1 keer in de zon heb gezeten sinds ik terug ben. Ja, sinds ik terug ben slaap ik echt heel slecht. Ik weet het ook niet. De hele vakantievibe is weer weg. Maria, that's life. Deze korte nageltjes, maar ze blijven wel echt goed zitten. Nou, ik vind het niet heel handig, alleen maar ijsblokjes. Dan moet je echt matcha doen en nog ijsblokjes van matcha. Maar dan heb je wel weer heel veel matcha wat je gebruikt. Het wordt ook wel duur. Want dit duurt zo lang. Ik denk al 20 minuten verder. Ik heb maar gewoon opgedronken, want ik had dorst. Je ziet sowieso, de sterke matcha zit hier op de bodem. Ik ga hier straks maar weer melk bij doen. Oké, jongens, moet even opschieten. Op naar bijles. Ja, ik heb een statiefje. Oh, dit is top. Liever film ik altijd van links, maar dit is prima. Nice. Dat was leuk. Ik heb wat nootjes in mijn tas gedaan. Ik wist dat ik honger zou krijgen. Het regent trouwens, maar het is wel warm. Het was leuk. Ja, 1,5 uur is net qua concentratie voor ons beiden net een beetje lang, maar... Toch wel graag 1,5 uur, want anders en voor 1 uur is het gewoon best wel veel gedoe met erheen gaan. En je kan toch wat meer bereiken. En in feite heb je dan ook wat meer tijd voor een afsluiting en inleiding. Want nu waren we echt fulltime 1,5 uur aan het werk. Maar we hebben vandaag meer fout maken van, dus in de juiste vorm zetten van een woord. Enkelvoudig meer fout. S naar Z. Dubbelzetter, verdubbelaar, letterdief, klinkerdief. Stam plus T. Ik vorm. Tegenwoordig en verleden tijd. Zwakke en sterke werkwoorden. Rekenen, tafel, joggen, tafeldictee, deeltafels. En nog gelezen in het dierenatlas en 10 minuten sprookje gelezen. En nu ga ik voor het eerst sinds hele lange tijd weer bij mijn schoonouders eten. Dit is trouwens wel echt de key om gewoon even een handje nootjes bij je te hebben. Want ik woon nog een nootje uit Zwitserland, maar ik heb helemaal hazelnoten. Maar dit is heel chill. Ik mag eigenlijk maar 3 van deze per dag, maar ik heb zo aan de gillen. Ik ben ook zo stom uitgehongerd daar aan te komen. En dit drankje is echt wel lekker. Het heeft maar per 100 gram 1,2 gram suiker. Hey. Hey, ben jij in de gym? Ik rij nu naar mijn ouders. Oké. Ik ben ook nu net klaar om te gaan rijden, maar ik dacht misschien moet ik nog even iets halen voor vaderdag voor je vader. Misschien moeten we heel even bij het centrum afspreken. Misschien zijn we er tegelijk bij hun. En dan even snel nog iets halen. Ik ben er denk ik ook over 5 minuten als ik nu ga rijden. Of sneller. Wel leuk, maar ik had er nog aan gedacht. Maar ik heb geen idee wat ik hem moet geven. Daarom had ik nog niks. Maar het is wel leuk om te doen. Omdat we voor je moeder ook echt veel hadden. Ja, het is mijn vader. Jij hebt niets van vader achterhaald. Nou, voor je moeder had ik ook van alles gehaald. Nee joh, rij gewoon naar mijn ouders. Ik haal even wat helemaal vergeten. Oké, is goed. Dan, nou, ik moet toch even mijn haar nog even opnieuw doen. Dus dan zijn we er tegelijk. Ja. Oké, tot zo, schat. Toch die body die ik niet had gepast. Maar, en dit jasje. Ik vind het wel leuk. Ik heb een hele random outfit aan. Mijn huid voelt viezig. En ik had mijn haar nat gemaakt. Want ik moet het eigenlijk al sinds gisteren wassen. Maar ik ga morgen mijn haar verven. En dan is het gewoon beter met vet haar. Dus ik kon het niet wassen. Dus heb ik hem nat gemaakt. Maar dan voelt het eigenlijk nog viezer. Ken je dat gevoel? Ik had ook gezegd tegen... Oh, mijn haar is helemaal vet en nat. Tegen het meisje en de moeder van... het is ook wel leuk. Want ze zei, ik ga nu even de... Met de hond lopen. En dan, als ze dat zeggen, bespreek ik meteen weer bijvoorbeeld van in Nederland noemen we dat ook wel uitlaten bijvoorbeeld.
Dat is leuk, maar zei ik, we kunnen ook bijvoorbeeld tussendoor na 3 kwartier eventjes de hond uitlaten. En dan, weet je, dan ben je aan het praten en dat is heel goed voor haar. Vooral de verleden tijd, maar ook woordenschat natuurlijk. En we kunnen ook een keertje, ze zei hierachter zit een parkje, dan kunnen we ook een keertje bijvoorbeeld in het parkje eventjes eindigen met een boek, weet je. Dat is ook leuk. Ik merk dat tafeljoggen vond ze niet zo leuk, maar dat is iets wat ik in de klas bijvoorbeeld vaak inzette. En ik vind dan tijdens een bijles ga ik niet Just Dance doen. Dat doe ik dan in de klas wel. Maar ik denk, ja, als ouders betalen voor 1,5 uur bijles, dan vind ik het een beetje raar om Just Dance te gaan doen. Want daar leer je niks van. Maar ik wil dan dat ze dus leert, maar dat ze ook even beweegt. Dus ja. Verder had ik op zich nogal wat aanvragen gekregen. Alleen heel veel is dan toch in Den Haag en zo. En dan is het toch weer wat verder rijden. Maar op zich ligt dit ook wel goed op de grens. Richting Den Haag. Maar het is meer kinderen komen om 2:30 uit school. Vaak willen ze dan niet meteen al bij les. En het is best wel moeilijk. Hoe leuk zijn al deze kleuren? Best wel moeilijk om meerdere bijles op een dag te plannen eigenlijk. Want deze is dan van 4 tot 5:30. Nou, voor 4 lukt het eigenlijk niet. De avond is vaak te laat. Dus ja. Ik kan nooit fulltime dit doen. Want kinderen zijn er niet zoveel uur. Nou, dan ga ik nu eigenlijk ook zelf naar mijn schoonouders. Best wel heel veel zin in eigenlijk. Nu staat hij niet meer op het statief. Maar ik wil even deze uittesten. Ha, is er al. Mijn haar is al niet echt pluizig. Maar het is natuurlijk super vet. Maar oei. Oei. Dit soort dingen zijn volgens mij altijd goed. Het is gewoon lijm. Gel. Oei. 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 Die ik bij de DM had gekocht. Volgens mij zat dat in deze video, toch? Die shoplog? Nee, vorige week zondag. Oeh, I like it. Wat zo heerlijk als je haar vet is. Geen pluisje te bekennen. Oh ja, hierachter. Nou, wij wel. Oh, ik heb echt de leukste schoonouders op aarde. Het was zo gezellig. Ik ga dus normaal nooit mee, omdat ik altijd lekker vind om gewoon te chillen in mijn eentje. Maar daarom ben ik heel blij dat ik het nu met, dicht bij die bijles zit. Want dan heb ik een reden om het te combineren. En het is vet gezellig. Oh, zoveel liefde, zo leuk. Hey jongens, wat een drukke week. Ik heb waarschijnlijk echt een veel kortere vlog dan de 2 hiervoor. Maar die waren ook al heel lang. Ik ben zo druk. Het is niet normaal. Nu heb ik vanochtend even snel gewerkt. Ik heb mijn Nextory materiaal aangeleverd. Oeh, over 1:20 moet ik bij de kapper zijn. Dus ik red het net om te gaan sporten. Ik heb vandaag leg day. Maar ik wilde eigenlijk om 10 uur naar de gym gaan. Maar ik merkte dat toen ik wakker werd. Dat ik dacht, ik wil gewoon heel eventjes vandaag even rustig wakker worden. En eventjes achter mijn laptop kunnen editen. Want het moet ook gebeuren. Dus mijn hele week vlog is klaar. Ik wacht dan nu alleen even op de goedkeuring van Nextory. En dan is dat goed. En dan moet ik nog thumbnail maken. En ik ga zo dus mijn haar weer laten doen bij de kapper. Ik weet niet of ik dit keer ook weer... vorige keer had ze me helemaal overtuigd om echt volledig te highlighten alles. Dus full head en toner en daarna nog feunen en zo. Maar nu zit ik wel te denken, ja, als ik laat feunen is dat toch weer 1 uur bijles geven. Is toch zonde of zo. Ik kan het ook zelf doen, maar ik vond het wel heel leuk dat ze het vorige keer had gedaan. In ieder geval, dit moet ik wel redden. Dan ben ik, heb ik ruim 3 kwartier om te sporten. En daarna zit ik waarschijnlijk weer 1 uur of 3 bij de kapper. Dus ik dacht, ik wil daarvoor even mijn werk af hebben. En studeren is er dus niet van gekomen vandaag. Ik zou na de kapper nog eventjes 2 uurtjes kunnen studeren. Maar ik wil eigenlijk ook weer voor bodendochter, mijn vriend, straks om 6:30 als ze thuis komen, ook eigenlijk lekker koken. Hoe cute. Het souvenirtje is echt heel schattig. Ik maak even snel een proteïne shake. De cap ook gewoon de vaatwasser niet kunnen doen. Zo druk. Wel leuk druk. En dan ga ik gym en leg day. Dus misschien ga ik even wat filmen voor jullie. Alright, ik heb weer lekker dit aan. Jasje doe ik er gewoon heel overheen. Maar die doe ik in de sportschool uit. En ja, dit sport prima. Ik moet gewoon even een goed sporttopje hebben. Maar ik ben heel blij met dit broekje. Het is wel gewoon warm. Het is gewoon polyester of zo. Maar het is lekker dun en niet zo'n strakke band. Dus ik ben er blij mee. En opschieten, want de tijd tikt. Thank you.
Was weer lekker. Meestal als je van binnen naar buiten gaat, is het buiten heet, want overal airco is. Maar nu is het buiten lekkerder dan in de sportschool. Wel goed getraind. Kijk eens, Poesie. Kijk eens. Je water. We hebben een hele grote bak omdat ze veel drinkt. Zo, heb je lekker koud water. Papa belt. Waarom? Mama belt ook al. I'm in a hurry. Daddy? Hij schat, even heel kort. I'm a unicorn. Nu lijkt echt op zo'n man met zo'n lok. Ja. Wat je soms ook vroeger wel eens zag. Zo'n vastgeplakt. Ja, zo, yo, dude. Het ook zodat we kunnen leren hoe het moet. Slim. We draaien eerst wacht. We gaan helemaal. Ja. Je niet beter aan de zijkant laten. Ja. Beter. Maar ik draai hem eerst gewoon in. Wow, die streepjes zijn mooi, joh. Ja, hè? Wauw. Dan laat ik hem gewoon even zitten. Ook naar de bovenkant. We draaien zo tegen. Dan hou je echt op luisteren. Ja. En dan pak je hem erop en dan draai je hem weg. Zie je wat het doet? Ja. En dan weer volume. En dan dat doe je gewoon een paar keer en je draait hem hier van je gezicht weg. Dus dan doe je hetzelfde. Dus hij denkt als je hem twee kanten op doet dat hij dan niet meer pakt. Maar je draait niet echt die andere kant op. Het is puur de tegenrichting ja. Die je geeft. Want nu ga ik er ook overheen, maar dit wordt wel je richting. Ja. En dan heb je hem zo. Nee. En dan heb je gewoon nog steeds de diepte van je eigen kleur. Ja, nee. Ga je hem eerst naar je gezicht toe, voor de volume eigenlijk. Ja. Met de Dyson kan je heel goed dat volume krijgen. En dan pak je hem erop en dan rol je hem eigenlijk naar achter. Ja, dus eigenlijk zit je niet meer aan dit stukje. Nee. Ja. Dus laat je hem er doorheen zitten en dan... Oh ja, dus wel een goede beweging naar voren, ja. En dan trek je hem eigenlijk steeds iets meer naar beneden. De kaas is nu al een keer lichter hebben gehad. Echt heel erg mooi. Wauwie. Weer helemaal blondie. Gelukkig nog even vanaf de achterkant laten zien. Gelukkig hoef ik niet naar de gym. Nee. Dat ga ik echt huilen. Oh, mooi ja. Zo, bizar hè? En nou ben je dus hier ook ja. Blond. Grappig. Ik wilde voor ik bij jou kwam niet eens meer zo blond hè. Maar ik doe het gewoon nu omdat ik het zo mooi vind. Het is echt heel pretty. Het staat ook echt. Ja, en als het uitgroeit is het ook nog mooi. Dat vind ik ook leuk. En dan heb je ook eigenlijk een soort nieuwe kleur. Ja. Door die iets meer diepte. Ja, mengs zijn ook wel een goede lengte. Ja, super mooi. Wil je er nog wat lak in? Kan. Daar een beetje doen? Moet ik tussendoor gewoon maar één keer die bangs... Ja, want nou hoeveel weken deden we dat? Pak even de lak. Dat was, volgens mij was ik hier een maandje geleden of zo.
Ja, want toen had je wel al voor een fitspak gesloten. Ja, ja, ja. Maar ik ben ook echt benieuwd. Want je ziet gewoon dat de uitgroei anders is nu. Dus ik ben heel benieuwd als het dan winter wordt of zo. Of we dan, ik weet niet, naar iets... donker. Ja, maar dan nog wel dus met blond. Maar dan zou ik bedoel... Ja, maar dan kan je gewoon weer ruimte ertussen ja, laten. Ja, zoiets. En dan heb je juist meer high en low light. Ja. Want die diepte zit er echt wel in. Ja, maar dat is door die baby light. Ja, heel leuk. Helemaal weer. Too fabulous for me, this. Nee, wel nooit. Ik moet een keertje opgemaakt hier naartoe gaan. Oh, dit is wel beter. Ja, eigenlijk wel. Ja, die kapmantel doet niet zo goed. Ja. Very nice. The hair is weer very pretty. En dankzij een van de kappers heb ik misschien een oppas kunnen vinden voor Poesie. Voor als we op vakantie gaan. Want het gaat door, we gaan op vakantie. Die 2 weken in ons huis. Niet wel wonen, maar dus elke dag even in ons huis wat chillen. Want de poes te wassen in meid van 19. Dus fingers crossed dat ze dat wil doen. Dat zou echt zo fijn zijn. Barbecue time. Lekker. Ik heb lekker een salade gemaakt met echt gewoon random. Alles wat er maar lekker is door elkaar. Dus... ijsbergse, olijven, pitjes, wortel, mozzarella, nectarine, tomaten, pitje. Oh, dat had ik al gezegd. Komkommer. Lekker, lekker. Zonder saus. Een dressing gemaakt met sesamolie, balsamico crème, balsamico azijn, mosterd, mayonaise en water. Dat is echt lekker. Ja, ik ga lekker. Ja, ik ga. Door, door, door. Oei. Sesamolie is echt wel een hele... aparte smaak. Mmm. Echt lekkere dressing. Watermelon wine. Oh. Zo lekker. Dit is een wasabi cocktail. Die gaan we nu proeven. Ik had toch in Strasbourg een wasabi cocktail gezien die ik heel graag wilde, maar dat ik niet die had gehaald. Dus nu heb ik een cocktail gemaakt met vodka, rijstsiroop, want ik had van andere siroop. Dat bleek niet zoet genoeg, dus toen van My Protein die vanille siroop drops. Een hele, van zo'n kleine komkommer geras, geschild in plakjes. Een heel bakje sushi wasabi. En heel veel ijs en witte chocolade liqueur. Ik heb er wat gedaan, maar hij is best wel lekker eigenlijk. Het is hem net niet, vind ik. Maar is wel gelukt. Ik vind het wel interessant om... Oeh, hij is dan echt heel dun. Mm. Die komkommer erin heeft het echt gered. Hij is eigenlijk net een beetje te zoetig. Maar er zit wel potentie in. En het vanille met wasabi. Misschien moet je een andere siroop hebben dan vanille. Ik weet niet. Maar hij gaat de goede kant op. Ik vind het wel leuk. Deze mini broodjes zien er echt cutie uit. Hallo jongens! Dat was het zo raar als ik niet alleen ben. Hallo jongens! We hebben al een lekker lang dagje erop zitten en nu gaan we naar het Noord-A. En daar ben ik dus nog nooit. Ik ben er wel eens geweest om te wandelen een keer en een keer langs gereden, maar nog nooit daarnaast gewoon geweest. We hebben een hele coolbox vol met snackies en met macarons gekocht. Badpakjes aan. Oh, lijkt dat ik naakt ben. Hier is een badpak. En de weg is overal echt afgesloten en het was zo druk in de garage. Maar we waren al heel vroeg vandaag met de dag begonnen, dus het is nu pas 1:15. En we hebben nog de hele dag om lekker op de beach te chillen. We liggen lekker hier. We hebben snackies. Oké, deze hebben we dus net gekocht. Oh, die zie ik lekker. En worteltjes, kip, olijven. Snackies, snackies. Oh, we hebben ijsjes. Moeten we die nu al? Zouden die nog goed zijn? We hebben dus een hack gedaan dat we in zo'n thermosfles ijsjes hebben gedaan. Wil je al ijs? Ja? Oké, okay, welke was het ook weer? Oh, deze is echt lekker koud. Deze? Hier. Ik ben heel benieuwd. Hebben we er ook ijsblokjes in gedaan? Ik heb dus een badpak aan, alleen het zit echt nu vol met zandkorrels en groene algen. Kijk. Is hij... Nou, hij is een klein beetje wel zacht, voel maar. Het is niet heel goed gelukt, maar ze zeiden dat je die fles eigenlijk dan de hele nacht... Ja, en de koelbox stond niet aan, weet je nog? Maar het is op zich wel een leuk trucje. Oh, hij is nog goed, hè? Beetje zacht, maar wel goed. En dan heb je hier ook nog een koel element. Ja, nice. Ja, dan neem ik nu niet een watermeloen drankje, want we hebben dan nu al een ijsje. En deze kan er denk ik ook in. Oei. Leg maar daarna. Hier zo. We waren vergeten om de koelbox aan te zetten in de auto.
Hey, dier. Doei. Oei. Ja, dat werkt. Hij vliegt weer. Hij ging weer. Oh nee. Ja, hij gaat weer weg. Je denkt dat hij zich uit moet. Nee, laat hem maar uit. Oreo en Nutella. En ik had red velvet, strawberry cheesecake, frozen yogurt. Oh my god. Ik vind het echt heel lekker. Oh, ik ben heel benieuwd naar die van jou, die Oreo. Waarom had ik die niet ook gekozen? Want die, daarvoor gingen we naar binnen. Ja, ik ben toch allemaal. Welke zou ik als eerste? Frozen yogurt? Vind je mijn tieten er een beetje goed uit? Ja. Oh my god, het lijkt een beetje Little Mermaid. Breken of happen? Happen. Gaan we even nu allemaal proeven. Oh. Ik begrijp je het. Interessant. Het zijn hele lekker. Oh my god, dit is een hele goede winkel. En ze smaken heel lekker. Ik heb nog nooit zulke goede. Ik denk dat je echt ook nog nooit zulke lekker hebt gegeten. En als laatste heb ik dus. Sorry, cheesecake. Jeetje, wat goed. Heel lekker. En daar Oreo bubbeltje-achtig. En pistache. Heel lekker. Echt een aanrader. Het is echt heerlijk. Jij ook nu een droge huid? Ik heb echt een droge huid. We zijn echt van 1 tot 5:30 of zo geweest. Super lang. En nu gaan we lekker thuis even douchen en zo. En we hebben sushi besteld. Gaan we heerlijk sushi eten en film kijken. Al is het super mooi weer, maar lekker op de bank chillen. Heerlijk. Het was wel heel lekker. Alleen het water was wel een beetje, als je eruit kwam, zat je helemaal vol met zand overal. Dus ik wil echt even afspoelen. Kijk hoe lekker. We hebben garnaal, nigiri zalm, sashimi zalm, allemaal zalmrollen. Zalm, garnaal, minis, matcha. Ja, jongens en meiden, gaan movie kijken. We are going to make cinnamon roll kit with special. Oeh. This ruikt really lekker. Oeh. It's jelly gel. Lekker. This weekend always shake it, shake it, shake it, shake it. Moet je hem heel strak rollen? Het is heel sticky. Zat het net ook zo sticky? Oei. Oeh, dit wordt ziek lekker. En ik vind het lekker dat het niet met boter is. Waarschijnlijk zit er al heel veel boter in het deeg. Ik denk misschien als je het net warmer. Oh, dit snijdt wel lekker. Wow. Oké, leg deze ook maar op de plaat. Hé, hey, dit is best wel satisfying. Oei. Oei. Oh, dat kan oma ook aan. Als ze dan in de tuin heeft, kan ze lekker een kaneelbroodje eten. Die is echt mini. Ice. Ja, geef maar de melk mee. Ja, stop. Ik zeg wel stop. En stop. Oei. Harder, harder, harder. Ja. Wow, zie ik mooi. Oh, het ziet er zo lekker uit. Lekker! Wow, hij is echt perfecto! Oké, jongens, het satisfying moment. Oh, dat ziet er zo lekker uit.
Stel dat het pistache was, dan was het echt lekker. Past dit? Bueno. Het is echt zoetig. Het is niet echt... Geen croissant vibe, zeg maar. Echt een... Ja, zoet. Wel lekker. Hola. Het is vandaag dus die hele hete dag dat het 33 graden is of zo. Maar het valt nog mee. Maar ik kom er dus achter dat ik bijna geen jurkjes heb zonder mouwen. Omdat ik dus nooit mijn armen wil laten zien. Maar tegenwoordig heb ik daar echt moeite me niet meer zoveel. Dit vond ik vroeger ook echt erg. Dus ik denk, ik vind het ook cute of zo af en toe. Maar ja. Als je bruin bent is het ook anders. Maar dit is dus zo'n soort eigenlijk een lange pyjama die ik toen bij de Primark had gekocht. Bonusdochter is dit weekend en we hebben dus super veel leuke dingen samen gedaan. Dat was echt heel leuk en gezellig. Ik ga nu weer even die haargel. Mijn haar was eigenlijk net iets te kort bij de kapper. Maar ja, ik vind haar zo toppertje dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet eens aan het kijken was. Zoals ze aan het knippen was. Ik vertrouw haar zo erg. Het is ook gewoon weer goed gedaan. Maar ik zat om tussen doen met mijn ouders app of zo. Omdat ik dacht, het zit wel goed. Maar als ik dat gezien had, ik misschien even kunnen zeggen van, oh, niet te veel. Ze vroeg hoeveel wil je eraf? Ik zeg nou, gewoon alles wat dood is. Het was heel erg, vergeleken met normaal was de onderkant heel dood. De rest was echt, wat ze had geverfd, was helemaal niet dood gegaan. Echt geweldig. Ik had gezegd dat ik de vorige keer zo baalde, omdat het gewoon helemaal schaamhaar was geworden op mijn hoofd. En dat was nu nul. Maar de onderkant was gewoon heel droog. Ik denk ook door de zomer. En zo. En vakantie. Net wel even, ik denk, het is wel kort. En ik heb natuurlijk gisteren het niet echt nat gemaakt in het water, maar het is wel een beetje nat geworden. Dus het zag er echt niet meer mooi uit. Dus het was een beetje zonde van het scheuven. Heb ik nou een driehoek op mijn hoofd? Jongen, ik heb mijn knotje niet goed zitten. Maar we gaan nu eventjes mijn bonusdochter. Ze zijn nu even een knotje halen voor een feestje. En dan heeft ze zo een feestje in Delft. En dan gaan Ha en ik even in Delft of zo lekker een terrasje pakken of iets. Kijken of het niet te warm is. Ik blijf even in de auto, want de parkeergarage duurt al zo lang. Dus we staan gewoon even hier zo bij het centrum. Ik ga ondertussen even lekker een mascaraatje opdoen. En ik ben helemaal blij met deze drankjes van de Action. Want ze hebben dus bijna geen suiker. En ze zijn echt heerlijk burly. Maar het is zo'n gezellig weekendje samen. Heel leuk. Omdat we wel even lekker met z'n tweetjes terrasjes gaan pakken. Doe ik wel iets op. Ik doe gewoon die translucent doorzichtige poeder, zeg maar. Gewoon even tegen het zonnebrand, glim en zo. Dan doe ik een heel klein beetje onder mijn oog. Gewoon minimaal. Ik gebruik altijd dus die NYX. En ja, ik weet niet eens of ik, ja, ik kan wel gewoon mascara op doen, want we gaan niet naar het strand of zo. Ik hou er gewoon ook, zeg maar, ik vind het heerlijk ook zonder mascara, alleen, jeetje, ik heb echt een driehoek op mijn hoofd. Moet ik echt even fixen. Ik vind het zonder mascara hartstikke lekker, alleen soms denk ik, ja, als je dan lekker op het terrasje zit, is het wel leuk om even een beetje een klein make-upje op te hebben. Maar het boeit me dus echt geen reet. Als ik nooit meer mascara zou mogen dragen, zou het me niet heel veel boeien. Maar het is wel lekker. Gewoon niet te veel op je gezicht, maar een klein beetje. Laat me trouwens even weten wat jullie hebben gedaan op deze hete zondag. Ik ben best wel benieuwd. En dat heel veel mensen naar het strand zijn. Ik denk dat ook heel veel mensen zich binnen hebben opgesloten. Die stick die ik heb gekocht bij de DM is echt mooi. En sowieso koraalkleur altijd wel leuk bij mezelf. En ik had die wimpercrudder van Catrice bij de DM. Wat ik dus niet zo chill vind trouwens aan een kort broekje dragen. De broekjes die ik had gekocht zijn wel chill. Alleen het is, als je op het terrasje of zo zit, of überhaupt ergens gaat zitten. Die broekjes zijn allemaal high waist, dus die knellen zo erg. Dus eigenlijk, ja, ik denk dus altijd naar over mijn outfit eigenlijk per gelegenheid. Dus eigenlijk als je de hele tijd gaat zitten, is het lekkerder om een jurkje aan te hebben. Maar als je dan gaat lopen of zo, is een broekje wel weer lekker. Behalve als hij dus zo kort is dat je benen helemaal tegen elkaar aanschuren. Dus eigenlijk vind ik korte broekjes... Ik ben echt zo'n korte broekjesmens in de zomer. Maar eigenlijk is het helemaal niet super ideaal. Wat is jullie echt go-to hete dagen outfit? Lekker een luchtig jurkje. Ik heb nu een jurkje, maar dan heb ik er wel zo'n shortje onder. Zodat je benen niet zo plakkerig zijn. Ja, als je heel dun bent, heb je daar geen last van. Maar ik weet dat heel veel mensen er last van hebben. Ook mensen die gewoon maat 38 hebben, heb je ook ertussen zitten die ook gewoon last hebben van dat hun benen tegen elkaar aangaan. Natuurlijk, je kan talkpoeder en zo ertussen doen, maar dat hoef ik allemaal niet. Ik vind zo'n dun shortje. Ik heb heel veel shortjes, want ik heb mijn kast dus opgeruimd. Maar ik kwam erachter dat ik vind ze allemaal zo dik en warm. En ik heb er eentje die is heel chill. Niet katoen, want dat heb ik het liefst. Maar het is wel polyester. Dat is van Primark en dan die Secrets of zo lijn. Een zwart broekje. En die voelt wel echt een beetje als een tweede huid. Alleen... Ik draag altijd zo min mogelijk laagjes het liefst. Ook in de winter ben ik echt van... Iedereen heeft hemdjes en zo. Het liefst loop ik gewoon
in een lekker los broekje met een topje zonder BH, weet je wel. Want nu lijkt het van, ook oh, ik heb een heel luchtig jurkje aan, maar er zit wel een broekje onder. En er zit een BH onder. Dat vind ik eigenlijk al te veel. En gisteren had ik dat badpak aan, dat vond ik ook eigenlijk veel te heet. Ik haat al die lagen op mijn lichaam. Maar goed, zo. Dit is al gewoon even een beetje fresh. En ik ga even die driehoek om mijn hoofd weghalen. Komen ze zeker er net aan? Nee. Ik weet denk ik al waar die driehoek door komt. Omdat ik natuurlijk nu korte plukjes heb. Okay, we zijn in Delft. We zijn even op zoek naar een plekje waar je en een beetje een leuk, echt een leuk eetplekje, maar ook een beetje in de schaduw. We zitten hier. Ik heb een tent, maar ik heb geen. Het is hier binnen echt prachtig. Gewoon helemaal clean. Heel veel ruimte. Airco, echt heerlijk. En je ziet hier ook echt super. Ik ken het niet, maar ik hou hier echt van. We hebben lekker 3 uurtjes in Delft. Wil je nog even vier slikken? Het is veel te warm voor een cappuccino, maar ze zagen er zo lekker uit dat ik ervoor ga. Ik heb trouwens mijn nagels er alweer afgehaald. Ook wel lekker. Haver cappuccino. Ik heb het echt gemist om op het terrasje goede koffie te krijgen. Op vakantie de laatste dagen was het overal bagger. En een lekker biertje. Ziek lekker. Dit is dus zucchini fritters met courgette en allemaal andere dingen die ze helemaal zelf hebben gemaakt. Oh. Met citroen. Ik moet even in de vibe blijven van mijn eten vloggen. Mm. Heel lekker. Wow. Toch ook nog even een broodje met zalm, cream cheese, komkommer, ui, kappertjes en avocado erbij besteld. We gingen eigenlijk al na het eerste snackje weg, maar nu zitten we hier de hele tijd. Vandaag zitten we hier heerlijk zo op een bankje, een beetje naar de straat kijken. En ik heb nu een passievrucht, mango, homemade lemonade. En het wordt steeds koeler, dat is wel lekker, want het is al na 3. Ga ik nu sowieso in de vlog zeggen. Ha zegt dat het niet steeds koeler wordt, maar ik vind het wel, want het is 12:03 en het is warm. Jij bent trouwens, meestal is het zo dat vrouwen zeggen van ik hoef niet door schat en dan eten ze alles op. En dat ben jij eigenlijk. We hebben dus nog een portie van dit, omdat het zo lekker is. Echt niet normaal. Oh. Mm. Het is wel de tweede keer, denk je al, ik ken de smaak al een beetje. Het smaakt eigenlijk naar falafel. Er zit falafelkruid in. Curry. Deze moet je hier echt een keertje halen. Dus 10 out of 10. Kijk hoe gezellig het hier is. Het lijkt naar Straatsburg. Serieus. Oh my god. Van jou? Zie ik veel sfeer hier. Geweldig. We hebben dus in Delft allemaal bekende ketens. Alleen het zijn allemaal van die hele leuke andere soort vibejes. Meer een soort van echt een vibe in elke winkel. Maar kijk, tackle-vormtjes. Varken. Boom. Bloem. Heerlijke winkel altijd. Wij zitten weer thuis en ik had deze jurk aan die ik ooit bij de vorig jaar of zo bij de Prime heb gekocht. Op de pyjama afdeling. En nu gaan we lekker denk ik binnentje, want het is ziek warm. Hi! Zij, we gaan nu binnen chillen. Het is waarschijnlijk veel te heet buiten. Ja, wil je lekker naar buiten? Weet je het zeker? Oh, oké. Veel plezier in de hitte. Dag. Have fun. Ja, ik ga daar echt niet zitten. Ziet er niet aantrekkelijk uit. Veel te heet. Oh, ik ga lekker water met een wijntje nemen. Oké, jongens, ik ga de week toch hier afsluiten. Het was echt een heerlijk dagje. En wij gaan nu pas eten. Trouwens, best wel van draad. Er zit heel veel vocht bij, mogelijk. Maar we hebben kip met pesto en mozzarella en tomaatjes. En in de oven hebben we nog wat courgettes. En we zijn nu net begonnen aan het nieuwe seizoen van Black Mirror. Ik ben heel benieuwd. Ik vond het echt altijd een fantastische, geweldige serie. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet weer een reactie achter te laten, want nogmaals, dat helpt me heel erg. Dus reageerde je de vorige keer, zou ik het heel leuk vinden als je dat nu weer doet, want het helpt me enorm. En natuurlijk liked en abonneert en me volgt op socials. En dan hoop ik je heel erg volgende week weer te zien. Bye!